Groenewei in de wijk Meerstad krijgt een school, een sportzaal en kinderopvang. Als alles volgens plan verloopt, start komende zomer de bouw van Kindcentrum Groenewei. Het gebouw kan in het najaar van 2022 in gebruik worden genomen. Tot die tijd gaan de kinderen naar het tijdelijk onderkomen aan de Swifter. In eerste instantie zou er een gymzaal komen in Groenewei. Maar vanuit de sportsector bleek er behoefte te zijn aan een sportzaal met een groter volume. Die zaal is buitenschooltijd beschikbaar. Het is natuurlijk van belang dat kinderen een goede plek hebben waar ze les krijgen. Dat ze ook daar van 's ochtends vroeg tot aan het einde van de middag terecht kunnen. Dat ze daar ook buiten kunnen sporten en ook kunnen sporten in de gymzalen. Maar tegelijkertijd zien we ook dat veel sportverenigingen eigenlijk klagen over een gebrek aan ruimte. Zeker aan die kant van de stad. En nou maken we van 1-1 3 om daar een mooie sportzaal bij te voegen. De totale kosten voor de bouw bedragen ongeveer 15 miljoen euro. De school en de kinderopvang en de sportzaal bij elkaar voor 450 leerlingen kost in totaal 15 miljoen. Het is ook denk ik van belang dat we daarin investeren, want school is zo belangrijk voor kinderen. En Meerstad is natuurlijk een nieuwe wijk waar ook een mooie, goede nieuwe voorziening moet zijn. Dus we hebben het geld er graag voor over. Het kindcentrum komt bij andere voorzieningen in Groenewei, waaronder een buurtsupermarkt. We zullen in de zomer starten met de bouw van de nieuwe Groenewei-school en dan hopen we dat de leerlingen in het najaar van 2022 daar terecht kunnen.